Welkom bij FarView, de podcast van de Foundation for Auditing Research. Nou, beste luisteraars, welkom bij de FarView podcast. Vandaag is Christian Peters te gast. En we gaan het hebben over zijn paper Auditor Automation Usage and Professional Skepticism. Christian heeft een paar keer opgetreden in de podcast-serie. Maar misschien is het toch goed als je nog een keer even kort voorstelt, Christian. En dankjewel voor de uitnodiging. Mijn naam is Christian Peters inderdaad. Ik ben promovendus aan de Universiteit van Tilburg. Nu bezig met mijn laatste jaar van het promotietraject. Ik word ook gedeeltelijk gefinancierd door de Foundation for Auditing Research. Dus de hoofdmoot van mijn onderzoek gaat uit naar de accountantscontrole. En dan met name de gedragsmatige aspecten daarvan. Dus ik kijk eigenlijk naar hoe de beslissingen en de beoordelingen van accountants beïnvloed worden door factoren in de accountantsomgeving. Bijvoorbeeld in een van mijn onderzoeken kijk ik naar hoe accountants zich ontwikkelen gedurende hun carrière en welke zaken dat kan bevorderen. En in een van mijn andere onderzoeken kijk ik bijvoorbeeld naar of accountants beginnen met een moeilijke of een makkelijke audittaak en of dit van invloed is op de auditkwaliteit. Ja, nog even in één zin, hoe zat dat ook alweer? Ja, dus in dat eerste onderzoek vinden we dat accountants makkelijke taken prioriteren en dat dit erger wordt naarmate de tijdsdruk toeneemt. Dus we vinden eigenlijk dat accountants, wanneer ze bijvoorbeeld onder tijdsdruk staan en niet elke taak helemaal zouden kunnen doen zoals ze volledig zouden willen, dat ze dan voornamelijk hun tijd verminderen in de taken die moeilijker zijn. Mm-hmm. En we vinden dat dat ook een negatief effect heeft op de controlekwaliteit. Ja, ja. Ja. Maar daar heb je al iets over verteld. Ja, in de vorige podcast. Ja. We zullen de links opnemen naar die vorige podcast. Ja, deze podcast is twee keer verzet, volgens mij, Christian. En dat is vanwege het hele jobmarket gebeuren. Ja, ik denk toch leuk is voor mensen die dat niet weten wat dat inhoudt, dat je daar wat over vertelt. Jazeker. Ja, bij de meeste banen is natuurlijk dat proces redelijk standaard. Je verstuurt een sollicitatiebrief. Je wordt al dan niet uitgenodigd op een gesprek. Daarna wellicht nog een tweede gesprek en je krijgt een contract, ja of nee. In de academische wereld werkt dat wat anders. Daar is het zo dat je eigenlijk na je promotietraject doorgaans niet bij de universiteit kan blijven waar je gepromoveerd bent. Dus je moet eigenlijk naar een andere universiteit als je in het academische wil blijven. Waarom is dat? Ik denk vanwege de kruisbestuiving van kennis. Dus ik ben dan in Tilburg opgeleid door mijn promotor en door de hoogleraren daar. En dan willen ze dat die kennis ook verspreid wordt naar andere universiteiten. Ja, lijkt me goed. Ja. Dus in de academische wereld wordt dat dan centraal georganiseerd. Dus je hebt twee evenementen. In november was dat in Madrid. En twee dagen voor de opname van deze podcast ben ik teruggekomen uit Miami. In Madrid komen eigenlijk de Europese universiteiten tezamen en de Europese promovendi die afstuderen. En in Miami zijn dat de Amerikaanse en internationale. Dus daar heb je eigenlijk, kun je inschrijven, kun je een aantal universiteiten aanvinken waar je wel eventueel naartoe zou willen. En als zij jou ook aanvinken, dan heb je een gesprek van 30 minuten. Ja, een soort Tinder. Een soort, het is een soort speeddaten en dan als je een vervolgdate krijgt, dan word je uitgenodigd bij die universiteit. Ja. Dus ik ben bijvoorbeeld gisteren op de Universiteit van Amsterdam geweest. Dan geef je een presentatie over je onderzoek en dan heb je daarna een gesprek met de hoogleraren daar en de onderzoekers van die onderzoeksgroep. Maar dit gebeurt dus ook al, want je bent nog niet klaar. Begint het al een jaar voordat je dan de einddatum hebt genaderd of hoe zit dat dan? Ja, dat begint al een jaar voordat de einddatum nadert. Ja. Ja. En je hebt meerdere ijzers in het vuur nu. Nou, daar kun je niks over zeggen. Oké. Okay. Je zei net een paar dingen over je proefschrift, dus ik weet niet of je daar nog iets aan wilt toevoegen. Waar ik me namelijk geïnteresseerd op was wel, is van hoe kom je aan die onderwerpen? Zijn het echt prikkels uit de praktijk geweest? Of? Ja, voordat ik met mijn promotietraject begonnen ben, heb ik wat werkervaring opgedaan. Ik heb stage gelopen onder andere bij EY. Ik heb ook kort bij een vastgoedbedrijf gewerkt en stage gelopen bij een verzekeraar. En eigenlijk bijvoorbeeld dat onderzoek naar of
accountants makkelijke of moeilijke taken prioriteren, komt eigenlijk voort uit die prikkels die ik daar in de praktijk heb gehad en de dingen die ik daar heb gezien. Mijn laatste paper, wat we vandaag ook gaan bespreken, dat gaat eigenlijk over de automatisering die gaande is in het accountantsberoep en hoe dat het gedrag van accountants beïnvloedt. En meer specifiek kijk ik dan naar de professioneel kritische instelling van accountants en of dat anders is wanneer accountants te maken hebben met werk dat voorbereid wordt door geautomatiseerde technologieën dan wel door een menselijke accountant. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Maar was daar dan voor, was daar voor een praktijkprikkel dan om dit te gaan doen? Of? Dat komt voornamelijk voort uit nieuwsartikelen die ik las. Bijvoorbeeld dat 3 van de 4 accountants van de Big 4 accountantskantoren, Deloitte maakt het niet bekend, maar PwC, KPMG en EY, die investeren wereldwijd meer dan 11 miljard dollar in de digitale transformatie. En als je dan, is dat per jaar, Christian? Nee, in totaal. Dus dat zijn hele forse bedragen. Ja. En als je dan die whitepapers leest, gaat het voornamelijk over de technologische mogelijkheden. En die technologische mogelijkheden, die zijn heel mooi. Die kunnen de accountscontrole echt veranderen. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om te kijken naar de gedragsmatige aspecten. Van hoe gebruiken die accountants nou die technologie en gaan ze daar op een goede manier mee om. En toen ben ik in de wetenschappelijke literatuur gaan spitten van wat is er nou allemaal over te vinden. En daar zag ik eigenlijk alleen maar dat een soort negatieve blik ten opzichte van de technologie. Dus dat ze eigenlijk die technologie niet vertrouwen, dat ze die te weinig gaan gebruiken. En enigszins komt dat ook wel overeen met de praktijk, want je ziet eigenlijk vergeleken met de mogelijkheden die het biedt, dat het nog maar heel weinig wordt, of relatief in beperkte mate wordt geïmplementeerd. Ja, dit lijkt op een geëikt veranderingsproces. Ja. Dat er weerstand is in eerste instantie. Ja. Of zijn er echt redenen dat men daar tegen zou zijn? Bij dat tegenkomen dat er schandalen waren of iets in die geest? Nou, er zijn wat barrières die zeg maar een snelle adoptie verhinderen. Mm-hmm. De technologie die is al best ver vooruit, maar vaak bij de klant is ook de omgeving van de data niet zodanig gestructureerd dat dat soort technologieën meteen daarop gebruikt kunnen worden. En dat het vaak veel tijd kost om die technologieën echt in de accountantscontrole te gebruiken en ook toe te passen op een klant. Daarnaast heb je ook nog het probleem dat je hebt natuurlijk de inspecties, bijvoorbeeld in Nederland van de AFM. En veel accountants die vinden het ook onzeker van als wij nu die technologieën gaan gebruiken, wordt dat dan wel of niet goedgekeurd door de AFM? Dus wat enkele accountantskantoren bijvoorbeeld doen, is zij doen eigenlijk nog op de ouderwetse manier de controle in eerste instantie. En ze gebruiken dan de technologie eigenlijk als een soort schaduw om te kijken of ze alles goed hebben gedaan en of ze geen fouten hebben gemaakt. Dus het wordt wel gebruikt, maar eigenlijk in mindere mate dan dat de technologie zou toestaan. Ja. Kun je wat meer zeggen over wat die automation dan inhoudt? Wat voor heb je een aantal voorbeelden van? Ja, dus die automatisering die zorgt er eigenlijk voor dat processen die voormalig door een accountant werden gedaan, dat die nu door technologie worden gedaan. En er moet wel bij gezegd worden dat het zeer zelden voorkomt dat die technologie dingen helemaal overnemen. Dus de accountant blijft altijd betrokken bij het proces om professionele beoordelingen te maken, de analyses nog eens goed grondig door te nemen. En voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld, het wordt bijvoorbeeld gebruikt bij risk assessments, initiële cijferbeoordelingen, het aansluiten van grootboeken met de proefbalans. Dat soort dingen wordt nu die technologie al voor gebruikt. Ook bijvoorbeeld, een voorbeeld is bijvoorbeeld bij de portfolio van leningen van een bank, wanneer die gecontroleerd worden. Voormalig werd dat gedaan door bijvoorbeeld een steekproef te nemen van 40 tot 150
leningen. Daar werd dan gekeken naar, oké, wat is de betalingshistorie van de klant? Is die sterk of zwak? Wat is het onderpand? En dat werd dan allemaal beoordeeld en dan werd er een rating gegeven aan zo'n lening. Is het een AAA? Is het een C-lening? Nu worden die eerste stappen eigenlijk alleen maar worden overgenomen door de technologie. Dus die betalingshistorie van die klant, die waardering van dat onderpand, dat wordt allemaal automatisch gedaan. Er wordt automatisch op basis van die factoren een rating gegeven aan die lening. En pas als die rating verschilt die de accountant geeft met de rating die de klant aan die lening geeft, dan pas komt een rode vlag en wordt de accountant ingeschakeld om die lening te bekijken. Dus dat is eigenlijk waar het naartoe gaat. Dat wordt bijvoorbeeld bij KPMG nu zo toegepast. Ja, je zei, dat noem je ook in je paper, hè, er zijn eigenlijk twee risico's. Als je dat risico's kunt noemen, maar één gaat over te veel steunen op die automation, ja. En de andere gaat over te weinig steunen. Ja, voor jou is de meeste aandacht uitgegaan naar te weinig steunen. Ja, voorheen wel. Dat is ook een van de redenen dat hoe ik op mijn onderzoeksidee ben gekomen. Want ik ben toen naar aanleiding daarvan gaan lezen. En eigenlijk al de literatuur ging van een soort algoritme-aversie uit. Dus dat het te weinig werd gesteund. En algoritme-aversie wil eigenlijk zeggen dat wanneer technologie een fout maakt, dat je die fout veel strenger afstraft dan wanneer een mens dezelfde fout maakt. Dus stel, ik kom net uit Amsterdam vandaan en je had me verteld van er staat een file op de A2, je kunt beter langs de Vecht rijden of zo. En ik was hier aangekomen en was erachter gekomen dat er helemaal geen file op de A2 stond en dat het eigenlijk sneller was geweest om over de A2 te rijden. Maar dan had ik gedacht van ja, het is een foutje, maar had ik je dan niet heel erg kwalijk genomen. Maar als mijn navigatiesysteem dezelfde fout had gemaakt, dus als technologie zo'nzelfde fout maakt, dan straf je dat veel sterker af en ga je de volgende keer die technologie veel minder vertrouwen. En dat is eigenlijk wat algoritme-aversie laat zien. Wat ik in mijn studie gebruik is de automation bias en de technologie daaromtrent. En die laat eigenlijk zien dat mensen, als zij aan technologie denken, zoals aan die automatisering, dan hebben ze eigenlijk een soort alles of niets geloof. Dus of die technologie die is perfect of bijna perfect, of het werkt helemaal niet. Dus ze hebben een soort, bij een ander mens zijn ze genuanceerder, die kan de ene keer fout hebben en de andere keer goed. En bij die technologie is het echt dat alles of niets geloof wat in de literatuur heel erg naar voren komt. En dat laat ook zien dat als wanneer dat omslaat naar zeg maar dat alles, dat dan mensen blind steunen op technologie. En dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij de initiële literatuur ging dat vooral veel over vliegtuigen en de automatische piloot en cockpits. En dat ze eigenlijk zo blind steunen op die automatische piloot dat ze eigenlijk geen oog hadden voor andere factoren die een indicatie gaven dat het vliegtuig crashte of zo. Dus dat blind steunen op die technologie, dat is wel de kern van de theorie. Ja, dat is trouwens, dat had ik eens later vragen gepland, maar dat komt nu weer naar boven. Je maakt een onderscheid tussen steun op technologie of informatie die je van een ander mens hebt gekregen. Ja. Maar goed, het kan best zijn dat die andere persoon dat ook op technologie heeft gebaseerd natuurlijk, wat die tegen jou vertelt. Ja, dat klopt. Dus in mijn onderzoek manipuleer ik eigenlijk de bron. Dus ik doe een experiment. Ja, laten we inderdaad vertellen wat je gedaan hebt. Ik doe een experiment en daarin laat ik 119 accountants een casus maken waarin zij een voorraadtelling moeten reviewen. En in een van de groepen is de voorraadtelling initieel gedaan door een collega. En in de andere groep is die voorraadtelling initieel gedaan door een algoritme. En ik kijk dan eigenlijk van, nou ja, in welke mate gaan ze dat working paper reviewen, gezien dat het een collega is of een algoritme. En wat ik vind, is dat ze in het reviewen van die working paper veel minder sceptisch zijn, veel minder tijd besteden wanneer het door dat algoritme gedaan is, dan wanneer het door die collega gedaan is. Dus ze zijn kritischer op die collega's, ze besteden er meer tijd aan die review, ze ontdekken minder fouten, want ik heb wat fouten in die casus verstopt. Hoe uitgebreid is die casus trouwens?
Die, in totaal was het zo'n 45 minuten die accountants hebben besteed. Maar dus, ze kunnen substantieel reviewen als ze dat zouden willen. Ja, ja. Okay. Sorry, ik onderbrak je verhaal. Nee, geen probleem. Ja, hoe het experiment verder heb aangepakt qua variabelen, dat is misschien leuk om te vertellen. Ja, dus ik vind eigenlijk dat gebruik van die automatisering een negatief effect kan hebben op een professioneel kritische instelling. En het is wel belangrijk om aan te geven dat daar veel nuance in zit. Dus dat voornamelijk kan gebeuren bij gestandardiseerde controlewerkzaamheden. En dat niet per se hoeft te gebeuren bij meer complexe of subjectieve controlewerkzaamheden. Maar de werkzaamheden die op dit moment geautomatiseerd worden, dat zijn vooral die objectieve werkzaamheden die ook in redelijke mate gestandardiseerd zijn. En daar vind ik dat accountants minder sceptisch zijn ten opzichte van die technologie dan ten opzichte van een persoon. En het werk wat gedaan is, dat is in beide gevallen hetzelfde. Dus het enige wat ik heb aangepast is het label. Dus is het door een algoritme gedaan of door een persoon. Nou, de bewijskracht is in principe hetzelfde, de waarde van wat er gedaan is, ja. Het werk. Ja. Ja. En dan kom ik eigenlijk, omdat dat natuurlijk een negatief effect is voor accountantskantoren, dat ze minder op technologie steunen. Dat is met die adoptie van technologie natuurlijk enigszins problematisch. Probeer ik ook een interventie te bedenken waarin dat negatieve effect eigenlijk verminderd of verholpen kan worden. En daarin gebruik ik de mindset literatuur. En daar gebruik ik eigenlijk de counter-arguing mindset. En dat wil eigenlijk zeggen dat je meer geneigd bent om tegenargumenten te gaan bedenken ten opzichte van een bepaalde propositie. Dus dat komt eigenlijk voort uit de psychologische wetenschap. En in de initiële studie hebben ze gekeken naar een speech van een politicus. En daarin vonden ze dat wanneer mensen die speech bekeken en het er niet mee eens waren, dat die minder geneigd waren om in het reclameblok daarna iets te kopen. Dus omdat zij die speech keken van die politicus, waarin zij het niet eens waren met de stellingen die politicus poneerde, kwamen ze in een soort mindset waarin ze geneigd waren om die tegenargumenten te bedenken. Ja, met de initiële studie bedoel je de studie waarop jij jouw studie hebt gebaseerd? Ja, dat klopt. Ja. Ja, okay. Mindset interventie die heb ik ook gebruikt in mijn studie. En wat ik daarin heb gedaan is, ik heb de ene groep accountants heb ik drie stellingen gegeven waar zij het redelijkerwijs mee oneens zouden zijn. Bijvoorbeeld, de menselijke activiteit heeft geen enkel effect op het milieu. Daar zijn veel het mee oneens doorgaans. Dat heb ik ook gemeten achteraf. En in de controlegroep heb ik ze in dezelfde tijd een stukje laten schrijven over iets neutraals. Bijvoorbeeld de piramides in Egypte of het zonnestelsel. Dus daar zijn in die controlegroep zijn ze niet geneigd om tegenargumenten te bedenken. In die groep, die counter-arguing mindset groep, zijn zij wel geneigd om tegenargumenten te bedenken. En ik vind dat zo'n mindset die 3-4 minuten duurt, dat het negatieve effect van automatisering op die professioneel kritische instelling vermindert. En hoe komt dat nou? Omdat bij automatisering hebben ze dat alles of niets geloof erin. Dus ze denken of het is perfect of het werkt niet. En wanneer zij denken dat het perfect werkt en zij zijn meer geneigd om die tegenargumenten te bedenken, dan gaan zij dat geloof in grotere mate herzien. Dus gaan ze eigenlijk minder vertrouwen op die technologie, waardoor zij kritischer worden en dat effect verminderd wordt. Want hoe heb je, dat is misschien nog aardig om te zeggen, hoe heb je dat scepticisme dan gemeten? Ik heb dat in die review gemeten en dat was een voorraadtelling die zij dan moesten reviewen. En dan heb ik gekeken naar de tijd die ze daaraan besteden. Dus het mooie aan een voorraadtelling is dat je in redelijke mate kan zien aan de tijd die ze daaraan hebben besteed, hoeveel ze hebben nageteld, of ze daadwerkelijk hebben nageteld. Ik heb gekeken of ze het eens waren met de initiële working paper voorbereider. En of zij de fouten die ik daarin had gestopt
hebben ontdekt. En ik vind dat ze in de controlegroep, waar die mindsetconditie niet wordt gebruikt, dat daar ze minder vaak, minder fouten bijvoorbeeld vinden bij de automatisering dan bij hun collega. Dus ze zijn daar minder sceptisch, ze besteden daar minder aandacht aan de werkzaamheden die door de automatisering gedaan zijn. Die automatisering, die vertrouwen ze meer. Wanneer ik wel die mindset interventie gebruik, dan is er eigenlijk weinig verschil meer. Dus dan wordt dat effect veel minder. Dus dan gaat dat eigenlijk meer naar elkaar toe. Dus die mindset interventie die ik toepas, kan helpen om het negatieve effect van die automatisering op de professionele kritische instelling te verhelpen, mm-hmm, of te verminderen. Ik voel hier een praktische implicatie aankomen. Ja, ik denk dat accountantskantoren dit zowel direct als indirect kunnen gebruiken. Dus ze zouden zo'n mindset-interventie zelf toe kunnen passen. Nou weet ik niet of elke accountant meteen zit te wachten om, voordat ze aan werkzaamheden beginnen, eerst in zo'n interventie te gaan. Er zijn wel accountantskantoren waar ik ook mee gesproken heb, die soortgelijke interventies toepassen voor andere mindsets, bijvoorbeeld de growth mindset. Maar het is ook denk ik een indirecte implicatie dat accountants daarvan bewust zijn dat zij minder kritisch neigen te zijn ten opzichte van die automatisering dan ten opzichte van hun collega. En dat wanneer zij meer tegenargumenten bedenken en in een gemoedstoestand zijn waarin zij daar meer de neiging toe hebben, dat kan helpen om ook bij automatisering voldoende kritisch te blijven. Er schiet me ineens iets binnen. Wat zou er mis mee zijn om gewoon te zeggen, vertrouw die automatisering niet per definitie helemaal? Ja, dat zou ook kunnen. Wat het gevaar daarvan is, en dat blijkt uit de biases literatuur. Als ik tegen jou zeg van, jij weet nu wat deze bias is, dan raak je daar eigenlijk, dan heb je eigenlijk het vertrouwen van, nou, als ik ben niet meer vatbaar voor deze bias. En dat zorgt er dan voor dat je eigenlijk juist wel vatbaar ervoor kan zijn, omdat jij denkt van, ik weet nu wat het is, ik ben er toch niet meer vatbaar voor, dus ik hoef er ook niet op te letten. Dus het kan een soort ironisch rebound effect zijn. Maar ik kan me voorstellen dat als je het op een indirecte manier doet, dat misschien beter werkt. Ja, interessant. Volgens mij heb je ook nog iets extra's gedaan, toch? Een soort derde deel, misschien wil je daar nog iets over zeggen? Ja, ik heb ook een derde hypothese en dat gaat er eigenlijk over. Het idee was van, nou, stel nou dat die automatisering perfect of bijna perfect werkt, dan kan het heel rationeel zijn om daar minder een kritische instelling tegenover te hebben. Want als iets perfect werkt, ja, dan hoef je minder kritisch te zijn dan als het niet perfect werkt. En daarin wilde ik kijken van, zorgt die verminderde oplettendheid bij automatisering nou voor dat aan blijft houden in volgende werkzaamheden die je doet, ook al worden die niet door de automatisering gedaan. Dus dat heet dan in de literatuur een spillover effect, van blijft die verminderde oplettendheid nou aanhouden in volgende taken. En dat is wellicht goed nieuws voor het accountantsberoep, dat vind ik niet. Dus ik heb dat getest door na die review van die voorraadtelling ze ook een goodwill impairment test te laten auditen. En daarin heb ik gekeken van zorgt die initiële verschillen in de bron van automatisering of mens en die counter-arguing mindset interventie, zorgen die er nou voor dat ook in die goodwill impairment controle, dat daar verschillen ontstaan. Dus dat die verminderde kritische instelling zich daar ook nog manifesteert. Nou, daar vind ik geen enkel bewijs voor. Dus die hypothese heb ik niet kunnen vinden. Dus dat is wellicht goed nieuws voor accountantsorganisaties. Ja. Nou, ik denk dat je een heel mooi beeld hebt geschetst van je paper. Wil je nog iets toevoegen aan wat je gezegd hebt?
Nee, ik denk dat dat wat dat betreft mijn onderzoek mooi beschrijft. Mochten er vanuit de luisteraars of kijkers nog vragen bestaan, dan kunnen ze me natuurlijk altijd e-mailen. En dan ben ik altijd zeer bereid om daarop te antwoorden. Ja. Hartelijk dank voor je bijdrage wederom. En succes op de jobmarket. En met afronden van je beroepsrichting. Ja, dankjewel voor de uitnodiging en deze podcast.